Hey, goeiedag. We zijn hier weer met een nieuw filmpje voor Survivor & Coaches. Namelijk, hoe werk je nou toe naar een swingover? We hebben op social media veel vragen gekregen naar manieren om naar swingover toe te werken. Soms vind je het misschien spannend om een koprol te maken of heb je de gripkracht of de buikspieren nog niet. Ik weet, toen ik begon, vond ik dat in ieder geval best wel spannend. Plus, ik had die kracht nog niet om mezelf op te vangen. Dus dan zijn dit manieren om naar die swingover toe te werken. Check it out. Als je net begint bij de swingover, zijn er een aantal stappen die handig zijn om te volgen. Stap 1, je wil met je heup op de balk gaan liggen. Doe je dat niet, je gaat bijvoorbeeld met je buik op de balk liggen, is het best lastig om over de balk heen te komen. Stap 2, je zorgt dat je één van beide armen, ik ben rechtshandig, dus links gaat om de balk heen. Houd je arm om de balk. Stap 3, zorg dat je met je hand de touw vastpakt. Dat doe je met je duim omhoog, omdat je dan beter uitkomt. Een tip hierbij is, het gaat goed met mij, duim omhoog. Stap 4. Je blijft met je linkerbeen achter de balk hangen. Dit geeft veiligheid en zekerheid. Stap 5. Je rolt verder over het net heen. Belangrijk hierbij is dat je je handen vasthoudt. Ging dit nou heel erg goed, dan kun je ook zorgen dat je een stap overslaat en dat is het been erachter laten haken. Je doet hem dus nu in één keer. Oké, we hebben net geoefend bij het daknet. Ging dat nou goed, dan kun je hem uitbreiden richting verticaal net. Je doet precies dezelfde stappen als zo net. Heup gaat om de balk, arm gaat om de balk, duimpje gaat omhoog, been blijft hangen en je gaat er overheen. Oké, ging dat bij het verticale net nou echt gewoon goed, kun je het ook gewoon bij een touw proberen. Ziet het er zo uit. Heb je al deze stappen nu een beetje onder de knie, dan ziet uiteindelijk een swingover er op deze manier uit. Alright, dat was hem. Heb je wat aan gehad? Zorg dan even dat je een duimpje achterlaat, dan help je ons weer mee. En deel het met een vriend die hier misschien wat aan heeft. Wij zien jullie in het volgende filmpje. Later!